Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb net sushi besteld, want ik was alleen thuis en ik wist niet zo goed wat ik moest eten. Toen dacht ik, ja, misschien kan ik wel lekker als ik alleen thuis ben mezelf een keertje verwennen. Dus allereerst heb ik hier een blikje Cola Light. Ik drink niet zoveel frisdrank, maar ik had er zin in. En voor de rest ben ik helemaal vergeten wat ik heb besteld. Dus laten we het snel uitpakken. Oh, ik heb eenmaal boontjes besteld. Ik weet, iedereen spreekt het anders uit. Deze groene boontjes dus. En ze lekker. Oké. Okay. Dan heb ik hier nog een tas. En hier zit de sushi in. Ik heb hier een bakje met gember. Laat me in de reacties weten of jullie dat eten. Dan heb ik hier een bakje met wasabi. Zo. Er zitten eetstokjes bij. Voor één persoon. Dat hebben ze goed ingeschat. Een flesje met sojasaus. Dan heb ik nog een flesje met sojasaus. Ik had er eentje bij besteld. Want ik heb heel veel sojasaus. Ik eet altijd heel veel sojasaus. En dan heb ik hier nog de rest in zitten. Oh, deze zijn geflambeerd, die onderste. Dat wist ik niet. Ik hou er niet zo heel erg van. Was dat de bedoeling? Zo wel. Dan heb ik hier nog een voucher. Oeh, nice. En servetjes. En dat is hem dan. En ik heb het besteld bij een plaatselijk tentje. Dit is, ja, hoe het heet. Mocht je benieuwd zijn. Het werd ook echt bezorgd door een jongen die ik ken. Die bij me in de brugklas zat. Laatste persoon die ik had verwacht. Maar hij zei dat het heel erg goed eten was. Dus daar gaan we dan maar van uit. Hoppatee. Ik vind dat het zo lekker geluid. Dit zit er nog niet helemaal in. Oh, er zitten trouwens wel twee paar stokjes bij. Nou, dit is lekker voor mezelf hoor. Waar zal ik beginnen? Ik ga denk ik nog even een bakje pakken voor de sojasaus. Want ik weet niet of ik dit allemaal op ga eten. Ook al heb ik best wel honger. Oké, dit was letterlijk het kleinste bakje wat ik kon vinden. Ja, dus jullie kunnen helaas de sojasaus niet zien, omdat hij ook niet van glas is. Oh, ruikt wel lekker. Gooi gewoon het hele ding erin, want ik eet altijd heel veel sojasaus. Hier de eetstokjes. Ja. En ik ga denk ik gewoon hier beginnen. Ik wist echt niet zo goed wat ik moest bestellen. Want heel veel van de menus bij dit restaurant hadden dan ook gelijk komkommersushi erin. En ik vind dat dus ineens niet meer zo lekker. Oh, ik kan wel meer cola erbij doen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat niet meer zo lekker. Eerst vond ik het nog wel lekker fris. Tussendoor. Lekker krokant. Maar nu hou ik er niet meer zo van. Ik zal het eventjes neerzetten, zodat jullie het allemaal kunnen zien. Ik hou dit bakje nog even dicht, zodat de boontjes warm blijven. Dat vind ik super lekker. En ik moet ook nog even een thumbnail maken. Zo. Zal ik mijn cola ook eventjes in beeld zetten anders? Zoiets wordt het dan. Ik weet niet, dit is de eerste keer dat ik deze setting probeer. Überhaupt de tweede keer dat ik in mijn eentje met Ben neem. En het is een van mijn favoriete soort eten, namelijk sushi. Ik ga even beginnen met een zalmsushi. Had ik al verteld dat het zalm en tonijn is. En ook die twee geflambeerd is ook zalm en tonijn. Doe ik het in de sojasaus. En dan ga ik voor het eerste sushi van dit restaurant proeven. Smaakt echt super goed. Ik ben geen sushi expert, maar ik vind best wel vers smaken. En ik weet niet, ik had van Marcia en Gregor geleerd dat je lekker je gember en je wasabi in je sojasaus kan gooien. Maar dat schijnt ook weer helemaal niet goed te zijn ofzo. Nou ja, wat mij betreft zitten er geen regels aan eten. Dus ik kan niet onder druk met stokjes eten. Wat mij betreft zitten er geen regels aan eten, dus ik gooi gewoon lekker alles door elkaar. En ook een klein beetje wasabi. En dit is eigenlijk de tweede keer dat ik deze week sushi eet.
Want als je mijn weekvlogs kijkt, dan weet je dat ik ook al uit eten ben geweest met mijn vriend bij een sushi restaurant. Dat was ook super lekker. We gaan nu eventjes een tonijn sushi proberen. Met de nieuwe sojasaus. Dit is echt hele goede sushi. Mmm. Wat fijn. Ik ga ook nog even een poll in beeld doen met of jij van sushi houdt of niet. Want onder mijn mukbang met Sabrina, die heel goed is ontvangen, kreeg ik heel veel reacties met: ik ben die persoon die geen sushi eet, maar dit soort video's wel kijkt. En die persoon was ik eerst ook. Maar nu vind ik sushi wel lekker. Oh. Mijn drie favoriete soort eten is sushi, zalm wraps en churros met warme Nutella saus. In willekeurig volgorde. Dat vind ik alle drie zo lekker. Mm. En ik dacht, misschien is het wel leuk om een tag te beantwoorden. Dus ik heb hier mijn laptop staan. En dit is de 25 food vragen tag. En de eerste vraag is: wat is je favoriete ontbijtje? Nou, ik hou heel erg van afbakbroodjes en van croissants en van fruit en van wentelteefjes. Daar kan je me altijd voor wakker maken. Dat vind ik zo lekker. Ik ga denk ik zo eentje proberen. Ik hou eigenlijk meer van als de zalm rauw is. Want dit is denk ik die met zalm. En die met tonijn. Denk ik. Ik weet ook niet of dit in één keer in mijn mond gaat passen. Hij is wel lekker trouwens. Dus als ik gegrilde zalm op sushi lekker vind, dan is het goede sushi. De volgende vraag is: hoe drink jij je koffie? Ik drink mijn koffie met heel veel melk. Ik hou niet van... Oh, hij valt uit elkaar. Ik hou niet van zwarte koffie. Ik hou echt van latte macchiato of cappuccino of een pumpkin spice latte. Lekker cliché, maar het is wel zo. Mm. Ik ga hier echt vaker bestellen. Wow. Goed dat dit erbij zit. De volgende vraag is: wat zit er op je lievelingsbroodje? Ja, het is een broodje zalm, denk ik. Dus met roomkaas, zalm en misschien nog een beetje rucola. Lijkt me ook leuk als jullie een aantal van deze vragen in de reacties beantwoorden. Wat is jullie favoriete broodje bijvoorbeeld? Oeh, en dan nog een vraag die letterlijk... Daar zei ik vandaag nog wat over, want dat is soep of salade. Ik zei vandaag nog dat ik niet zo van salade hou. Echt, als je in een restaurant tussen soep of salade kan kiezen als voorgerecht, dan kies ik altijd voor de soep. Er valt sojasaus op mijn voet. My life is a mess. Nou, vraag: wat is je favoriete kookboek? Ik zoek eigenlijk altijd recepten online op. En dan heel vaak van allerhande. Of ik google gewoon wat. Of van die tasty filmpjes of zo. Ik ben gelukkig, jongens. Ik nam trouwens cola light en niet gewone. Omdat ik het idee heb dat dit toch iets minder zwaar op de maag ligt. Vet leuk dat er Marrakesh op staat trouwens. Want ik ga straks cocktails drinken met Sabrina. Sabrina Poetie, waarmee ik mijn vorige mukbang heb opgenomen. En zij is letterlijk gisteren of eergisteren teruggekomen uit Marrakesh. Dus we gaan even lekker bijpraten. Nooit meer zoet of nooit meer hartig? Dan kies ik voor nooit meer zoet. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben sowieso meer van het hartige eten. Kijken hoe deze tonijn is. Valt waarschijnlijk straks weer uit elkaar. Hij is in mijn sojasaus gevallen. Nou ja, ik hou heel erg van sojasaus, gelukkig.
Vond hij met zalm lekkerder. Maar hij is wel echt weer heel goed. Dit is echt een goede sushi tent. Mega snel geleverd ook. Best op tafel leert hoe ik met stokjes moet eten. Het valt allemaal uit elkaar. Oké, okay, excuse me. Oh, dit is echt een hele leuke tag. Want de volgende vraag is: welke keuken is jouw favoriet? En daarmee bedoelen ze welk land? Ik hou heel erg van Aziatisch eten. Dat is natuurlijk heel breed, maar het meeste vind ik wel lekker. Ik hou van Mexicaans. Waar ik niet zo van hou. En ik weet dat het veel mensen nu gaan zeggen. Italiaans vind ik niet echt fantastisch. Ik eet wel af en toe pasta en af en toe pizza, maar ja, weet niet. Trekt me niet heel erg. En Hollands vind ik ook niet chill. Ik hou echt niet zo erg van stamppot en zo. Ik vind eigenlijk alleen hutspot lekker. Dus ja. Ik hou ook niet zo van aardappels, groenten en vlees. De volgende vraag is: wat is je favo foodfilm? Nou, letterlijk de enige die in me opkomt is Ratatouille. Ik weet niet of ik ooit een foodfilm heb gezien. Ik had wel echt zo'n fase in mijn leven dat ik heel veel 24 Kitchen keek. Wat is je meest guilty pleasure? Aardbei met chocola misschien? Wie is je grootste inspiratiebron? Allerhande. Thuis koken of uit eten gaan? Ik hou dus van allebei, maar ik denk dat ik thuis koken zelfs leuker vind. En ik vind het nog leuker als ik het samen met mijn vriend doe, met Patrick. Echt gezellig, een lekker muziekje aan en zo. Ik ga even de leukste vragen uitzoeken. Wat is je lievelingsrestaurant? Nou, ik hou dus wel heel erg van die all-you-can-eat sushi dingen. Dus bijvoorbeeld sumo of zo vind ik wel lekker. Hoe ga ik dit nu neerzetten? Ik ben niet zo ervaren met mukbangs, jongens. Zo, denk ik. Ik heb hier trouwens ook thee gezet. Die is nog heel heet, dus daar ga ik niks van drinken. Dat is anijsthee. En dat is zo'n zak met... ja, niet met theezakjes, maar gewoon met gemalen thee of zo. In anijs smaak. En ik weet dat heel veel mensen dat niet lekker vinden, maar ik wel. Ik hou wel van dat soort dingen. Maar goed. Ik ga even mijn boontjes eten. Ze zijn niet meer zo heel warm. Laat me weten of jij dit wel eens hebt gegeten. Heel veel mensen weten niet hoe ze dat moeten doen. Sommige mensen eten het zo. Ja, maar ik duw het er meestal uit met mijn vingers. Dan moet ik even de deksel of een tas. Ik gooi het bijna een tasje hieronder. Het lekkerste dat ik ooit gegeten heb. Wat zou dat zijn? Ik schrok echt oprecht van toen ik een keer in Walibi dus churros met warme Nutella had. Ik dacht echt. Ik had wel verwacht dat het lekker zou zijn, want churros en Nutella vind ik lekker. Ik denk dat dat wel heel hoog bovenaan staat, zeg maar. Dit zijn niet de lekkerste boontjes die ik ooit heb gegeten. Maar lekker? Niet de allerbeste. Wat is je favoriete cocktail? Nou, ik ga straks dus cocktails drinken met Sabrina. En wat ik vaak bestel als ik zeef wil zitten is gin en tonic. Dat vind ik heel lekker. Maar, ik weet niet, ik vind heel veel cocktails lekker. Wat zit er op jouw pizza? Als ik thuis pizza maak, dan is het meestal pizza met salami. En als ik pizza bestel, is het meestal bij Domino's. En dan heb ik half mixed grill, barbecue mixed grill. En half of salami of... wat bestel ik nou meestal? Half shawarma zou ook wel kunnen. Ik doe meestal wel iets van half-half, omdat ik dus niet zo goed ben in kiezen. Ik vind heel veel dingen lekker altijd. Wat lust je echt niet? Nou, cliché, maar ik hou niet van spruitjes. Ik heb moeite met gesmolten kaas.
Op tosti gaat het wel, op pizza gaat het wel. Maar ja, gesmolten kaas hou er echt niet zo van. Dus dat denk ik. Heel veel kolen. Vroeger lustte ik echt niks, maar het is wel steeds meer geworden wat ik lekker vind. En daar ben ik heel blij om. Zoals sushi vond ik eerst niet lekker. Kijk, nu is het genieten, jongens. Het gekste wat ik ooit heb gegeten. Ik zei letterlijk laatst van dit is misschien wel het gekste wat ik ooit heb gegeten. Maar ik weet het niet meer. Geen idee. Helaas. Ik wilde ook nog eventjes mijn Instagram DM's checken. Maar ik gebruik mijn telefoon als microfoon. Dus dat gaat helemaal niet. Dus ik ga denk ik even praten over school. Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding Media en Entertainment Management. Wat ik al heel vaak heb gezegd. Ik doe nu mijn minor. Televisie. En de eerste helft is journalistiek. Dat was echt een babymondje. Maar ik vind het niet zo leuk. En dat heb ik ook al verteld in mijn Make-up Friday nummer 20 volgens mij. En het is zo jammer, maar we gaan volgende week al voor onze eindopdracht filmen. En dan snel monteren. En heel misschien komt het nog in de krant of een online versie van een krant. Als dat zo is, dan zal ik even de link hieronder zetten als dat online staat. Als het überhaupt gebeurt. Dus we gaan heel snel al filmen en monteren. En hopelijk is het dan snel voorbij. Ik heb een heel leuk groepje gelukkig. Maar ik vind het werk wat we doen niet zo leuk. Het is allemaal heel objectief. Heel serieus. Een beetje statisch. En ik kan niet echt mijn creativiteit erin kwijt. Wat ik overigens wel kan in mijn bullet journal. Voor mij kreeg ik gisteren mijn bullet journal binnen. Toen ben ik er natuurlijk gelijk in begonnen. En de eerste maand heb ik het nog niet echt gefilmd. Wel een beetje, dat kon je zien in mijn weekvlog. Maar als het allemaal een beetje chill werkt en zo, ga ik het misschien in de toekomst wel elke maand filmen. Maar ik moet even kijken. Ik ga eerst nog even stiften kopen die niet doordrukken. En volgens mij werken die van Crayola daar wel fijn voor. Ik ga die boontjes denk ik niet opkrijgen. Sushi misschien wel. Laten we zien wel hoe ver we komen. Ik heb zo vaak getwijfeld als ik alleen thuis was. Van, ik zou gewoon een keer wat bestellen. Maar ik denk dat het de eerste keer is dat ik voor alleen mij eten heb besteld. Ik kan je vertellen dat het niet verkeerd is. Oh, en deze sushi, ik ga dit echt vaker doen. Mijn moeder had die wel een keer besteld, toen ik er niet was. Zij zei al van dat het wel lekker was, maar mijn moeder heeft nog niet heel veel sushi gegeten in haar leven. Maar ik best wel. Ik lust echt pas een jaar sushi of zo. Maar in dat jaar, jongen, heb ik heel veel sushi gegeten. En eerst at ik het zonder sojasaus. En nu doe ik elke kant van mijn sushi in de sojasaus. Oh, je ziet het niet. Oh, zo lekker. Dit is volgens mij niet de Kikkelman sojasaus. Kikkelman. Maar is wel lekker. Zouden jullie het leuk vinden als ik een keer een junkfood mukbang maak? Van bijvoorbeeld de McDonald's. Want daar had ik het een keer over met Sabrina en M.E. van M.E. van der Pijl. Of nou ja, van M.E. van der Pijl, dat is gewoon mijn naam. Maar we zijn een keer uit met z'n drieën. Dus ik zei, oh, als we nou daarvoor dan een keer een McDonald's mukbang doen of zo. Lijkt me echt leuk. My life in 20 questions. Nou, voor de mensen die niet vaker mijn video's hebben gezien, dan ga je me vast goed leren kennen nu. Eens even kijken. Favoriete kleur. Ik hou heel erg van wit. Maar als je dat niet meetelt als kleur,
Baby Rolls. Hé, deze is helemaal niet in beeld. Favoriete nummer. Wat de hel? Dit is zo'n boontje. Dat ging helemaal raar. Favoriete nummers, denk ik. 2. Droomcarrière. Nou, ik vind het dus heel leuk om YouTube-video's te maken. Maar daar zou ik best verder in willen groeien. En dat gebeurt ook, gelukkig. Daar ben ik heel blij mee. En heel dankbaar voor. Maar ik vind het dus ook heel leuk. Ik zit aangesloten bij een YouTube-netwerk. En hoogstwaarschijnlijk ga ik ook zo'n soort stage lopen bij een YouTube-netwerk. En het lijkt me dus ook heel leuk om YouTubers te begeleiden. En te kijken van, hey, hoe kan je groeien? Hoe staat het voor met je statistieken, je kijkcijfers en reacties? En ik heb elke maand zo'n soort Skype-gesprek met een medie, manage mij. En het lijkt me heel leuk om dus YouTubers ook te managen. Dus ik hoop dat ik dat een beetje kan doen bij mijn stage. Mijn batterij knipper, dus ik ga alvast voor een noot een afsluiter filmen. Oeh, als ik deze eet, heb ik nog een tonijn en een zalmsushi. Dus die gaat waarschijnlijk wel op. En nog heel veel boontjes. Oh mijn god, hij viel weer in de sojasaus. Ik ben dus niet zo iemand die dat erg vindt. Ik schrok alleen een beetje van... Waar zie je jezelf wonen als je op jezelf woont? Ik denk... Ik weet niet. Het lijkt me aan de ene kant heel leuk om in Haarlem of Amsterdam te wonen. Maar het lijkt me ook leuk om in een dorpje te wonen wat een beetje grens aan een grote stad. Bijvoorbeeld bij Alkmaar. Alkmaar in de buurt, daar is het wat rustiger. Dat lijkt me heel leuk. Want aan de ene kant trekt de stad me heel erg. Maar aan de andere kant lijkt het me ook heel chill dat als je de deur uitloopt dat het gewoon lekker rustig is. En meestal ben je dan toch snel met het OV of met je eigen vervoer in de stad. Klopt die zin? Jullie snappen me. Favoriete manier om te reizen? Dat is niet de bus of de trein. Vliegtuig? Zullen we daarop houden? Vliegtuig is mijn favoriete manier om te reizen, want dan ga je meestal naar het buitenland. Dat is leuk. Er zijn er ook vluchten die van Nederland naar Nederland gaan. Neem aan van niet, toch? Want je hebt toch Rotterdam, heb je een luchthaven in Eindhoven en Amsterdam? Als ik het goed heb, ik weet niet zeker hoor. Lijkt me niet dat daar vluchten tussen gaan, toch? Ja, of je hebt zo'n klein vliegtuigje waarmee je een stukje gaat vliegen, dan kan het natuurlijk wel. Wat doe je in je vrije tijd? Nou, ik heb gisteren zo genoten van het bullet journalen. En ik hou heel erg van monteren. Video's monteren en foto's bewerken. Vind ik ook heel leuk. Of foto's maken. Als je me nog niet volgt op Instagram, daar heet ik ook gewoon All About Leonie. En ik weet steeds niet hoe ik moet zitten, want ik zit op de vloer. Maar ik hou heel erg van beelden. Dus van video's bewerken en foto's bewerken. En video's schieten en foto's schieten. En het is eigenlijk ook allemaal onderdeel van mijn werk. Want mijn YouTube kanaal is mijn werk. Super gek eigenlijk. Want ik vind het zo leuk om te doen. En als ik het vergelijk met dat ik eerst bij de Albert Heijn en de HEMA heb gewerkt, ging ik daar wel met een soort van, ja, tegenzin af en toe heen, weet je wel. Maar ik vind video's opnemen en monteren en, oh, ik vind het allemaal zo leuk. Kost heel veel tijd en heel veel energie. Maar als het iets is wat je echt heel leuk vindt, dan is dat het dubbel en dwars waard. En ik heb natuurlijk superleuke kijkers en ik krijg heel veel leuke reacties. Dat helpt ook altijd. Eigenlijk super donker aan het worden. Het is nu 6:55. Dus ik ga straks in het donker naar Haarlem reizen om Sabrina te ontmoeten. Wow, ik moet trouwens zo weg, jongens. Oh mijn god. Oké, ik ga nog even 10 minuten dit eten, maximaal. En dan moet ik heel snel mijn spullen bij elkaar grijpen. En heel snel de deur uit. Maar, dan heb ik wel een goed gevuld buikje. Dus dat is altijd prettig. Hoe werken stokjes ook alweer? Ik heb dus gehoord dat als je bij een sushi tent werkt, dat je heel vaak het eten meekrijgt aan het einde van de dag. Hoe chill is dat? Ik had toen ik bij de HEMA werkte,
Ik werkte zeg maar bij het restaurantgedeelte, wat je bij sommige Emma's hebt. Daar gaat trouwens de laatste zalm sushi. God, is zo lekker. Maar ik werkte bij het restaurantgedeelte. En daar mochten we eigenlijk niet einde van de dag het eten opeten. Wat anders toch weg moest. Maar dat heb ik echt wel gedaan. En toen ik bij de HEMA werkte, werd ik ook echt wel een stukje zwaarder dan dat ik daarvoor was. En dat ik mijn ontslag had ingediend, viel ik gelijk weer een paar kilo af. Omdat ik dus al die restjes op ging eten. Dus heel veel brownies en croissantjes en pizzabroodjes en saizebroodjes. En heel soms bakte ik wel expres iets te veel af of zo, weet je wel. Ja, dat was wel leuk. En het werk was super leuk bij de HEMA. Ik had alleen echt verschrikkelijke leidinggevende. En de mensen die er kwamen waren gemiddeld best wel bejaard. Maar de broodjes beleggen vond ik super leuk. En dingen afpakken. Taarten snijden, koffie zetten. Ja. En daarna ging ik dus bij de Albert Heijn werken. Ja. Dat vond ik in het begin echt verrassingwekkend leuk. Achter de kassa werkte ik. Terwijl het eigenlijk de meest standaard baan is waar je aan kan denken. Cashieren. Maar ik vond het echt heel leuk. En ik had het idee dat ik ook heel erg gewaardeerd werd door klanten. Niet echt door leidinggevenden. En schrok me dood. Wat doen mijn buren? Oh my god. Maar op een gegeven moment wilde ik ontslag nemen. En ik had al gesolliciteerd bij andere winkels. En toen werd mijn contract niet verlengd. Omdat ik er dus 2 jaar werkte. En toen was ik volgens mij 19 of 18. En ja, dan ben je meestal te oud voor de supermarkt. Ja, heel vaak geven ze ook geen vaste contracten dan. Maar ja, ik dacht, oké, ik wilde toch wel weg. Hoef ik geen ontslag te nemen. Maar ik was ook aangenomen bij de Lus trouwens. Dat was niet afgelopen zomer, maar zomer 2016 dan, denk ik. Dat leek me echt het allerleukste bijbaantje ooit. Maar toen dacht ik, ja, wacht eens even. Als ik nou gewoon meer tijd in mijn YouTube ga steken, misschien verdien ik daar dan op een gegeven moment wel gewoon genoeg aan om van te leven. And look where we are. Ik ben mijn droom achterna gegaan. Ik ben heel blij dat mijn droom is uitgekomen. Zo gek. Was super eigenwijs, want ik stopte dus zeg maar met werken. Ik verdiende echt nog te weinig met mijn YouTube kanaal om van te leven. Veel te weinig. Maar ik dacht, ja, ik wil het gewoon. En als ik nou heel veel tijd investeren in video's uitdenken en video's goed opnemen en mooi monteren. Misschien groeien dan mijn abonnees wel en ik ga meer mensen mijn video's kijken. En dat is helemaal goed gelopen, superleuk. Oh, ik moet zo de deur uit, jongens. Damn, ik ga hier echt vaker sushi bestellen. Ik twijfelde net of ik een filmlamp neer moest zetten. Maar het is in één keer best wel donker geworden, dus ik ben blij dat ik het heb gedaan. Anders zagen jullie een soort van zwart beeld. Met af en toe een sojaboontje in beeld. Ik bedacht me nog meer dingen om te vertellen, maar ik ben het helemaal vergeten. Wat is jullie leukste bijbaantje tot nu toe? Of misschien heb je nog wel het geluk dat je nog helemaal geen bijbaantje hebt gehad. Ik was denk ik 16 dat ik bij de HEMA ging werken. Want ik mocht gelijk in de horeca en achter de kassa werken. Dus ik was sowieso 16. Toen na een paar maanden nam ik ontslag. Na iets meer dan een half jaar, denk ik. Want zoals ik zei, de leidinggevenden waren echt niet chill. En op een gegeven moment was de winkel gesloten. Mijn leidinggevende had alle lichten uitgedaan. Het alarm erop gezet en iedereen was al weg. En ze hadden dus niet gecheckt of ik en mijn andere horecacollega weg waren. Dus we waren opgesloten in de HEMA. En toen ging ik het alarm af. Keihard. En ik had echt nog super lang oorpijn daarna. En ik had geluk dat mijn moeder me op kwam halen uit mijn werk. Dus die zag iedereen zeg maar naar buiten gaan. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze mukbang. Als je deze afsluiter ziet, is mijn batterij ineens uitgevallen. Helaas. Maar ik hoop dat jullie het super leuke video vonden. En als je nog niet geabonneerd bent, zou ik me er super blij mee maken. En dan zie ik je hopelijk snel terug op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Doei doei!